Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 7 juli 2016. Voormalig president uit Engeland, Tony Blair, heeft illegaal een oorlog gestart tegen Irak. Hij had Bush nooit mogen volgen. Welke gevolgen heeft dat voor Nederland? Nou, Nederland zal het proberen dood te zwijgen. Het Engelse volk roept om strafvervolging van Tony Blair. Als de Irakezen slim zijn, gaan ze eisen dat Tony Blair strafrechtelijk wordt vervolgd door het internationaal strafhof. Dat heeft grote gevolgen voor Nederland. Het onderzoek dat het ICC uitvoert naar de Irakoorlog zal worden vervalst. En dat zal worden vervalst omdat Europese leiders boven de wet moeten blijven binnen het ICC. Dat heeft tot gevolg dat de relatie tussen Engeland en Nederland crimineler wordt. En dat ten tijde van Brexit. Die criminaliteit zal leiden tot een totale chaos binnen de rechtbank in Nederland, binnen het internationaal strafhof, het internationaal gerechtshof en het Koningshuis. Die chaos dient ertoe om te verhullen dat er een internationaal strafhof rechtszaak ligt tegen Nederland vanaf 1 mei 2007 en dat Balkenende dus nooit Nederland had, of Engeland had mogen steunen met de Irakoorlog. Dat is allemaal wel gebeurd. Nederland is even schuldig aan oorlogsmisdaden in Irak als dat Engeland dat is of Amerika dat is. Nederland vliegt nu in de Tweede Irakoorlog ook weer mee om te vechten tegen de Syriërs. Terwijl dus de Eerste Irakoorlog illegaal was. Terwijl het internationaal strafhof die illegale oorlogen steunt. Nou, dat betekent dat onze economie dus verslechtert, omdat de corruptie tussen Nederland en Engeland staande gehouden moet worden, terwijl dat niet kan door het Brexit. Betekent dat wij meer gevaar hebben voor terroristische aanslagen, omdat het internationaal strafhof Tony Blair zal helpen bij het vervalsen van informatie. En het betekent ook dat het volk, of buitenlandse volkeren, Nederland nog meer zullen uitlachen zodra Nederland praat over internationaal recht of macht of wat dan ook. Want die buitenlandse volkeren weten dus dat de hele constructie die ik nu beschrijf bestaat. En dat het ICC het steeds moeilijker krijgt ten aanzien van de leugens die zij produceren over Europese landen en Europese leiders. Het ICC weigert Europese leiders in de cel te zetten. Dat leidt tot heel veel meer terrorisme-risico. Dag.